Dit is Standvaste Radio. Met nieuwsupdates, maatschappelijk betrokken items en muziek. Te beluisteren via standvasteradio.nl of via de TuneIn-app. Ja, mensen, maatschappelijk betrokken items. Ja, intussen heeft iemand plaatsgenomen bij mij om me de les flink te lezen, mensen. Dus, want ik ben doorgeschoten met mevrouw Lisbeth. Dus we waren laat met de reclame en dat mag niet gebeuren. Ik zou zeggen, meneer de directeur, wees welkom. Het valt wel mee. Goedemiddag, meneer Sien. Goedemiddag, luisteraars. Vertel. Weet, ik breek nooit in een nieuw programma, hoor. Nee, maar dat moet u doen, want ik vind dat leuk. Ik breek nooit in uw programma. De reden waarom is omdat ik een van uw grootste fans ben. En ja, het gaat om feiten. Hè? En feiten liegen er niet om. Want als u iets zegt, u zegt ook altijd, ik moet u niet geloven, hè? Ik moet het gaan googlen. Dan doe ik dat ook stellig. Ik ga vaak googlen. En dan ga ik de dingen onderzoeken. Want u brengt iets, u stelt iets aan de kaak. En dan zeg ik van, oké. Okay. Maar goed, ik ken u. Maar ik hoef het niet zonder blik of blozen aan te nemen van u. Natuurlijk niet, moet u niet Staat doen. U mij toe, toch? Ja, dus, natuurlijk. Ik wil dingen, dat niet, nee. Ik ga dingen googlen, ik ga het onderzoeken. Goed zo. Ik ga misschien wel mensen raadplegen. Hè? Mm-hmm. Ik heb ook mijn mensen overzee. Hè? Uit de media, we zijn mediacollega's. Ik ga altijd zeggen van, hey, kan je dit, of dit even voor me verifiëren? Goed zo, zo dus, hoort het ook, weet je. Dus bij deze, u bent gewaarschuwd. Ja. Mooi zo. Nee, de reden waarom ik tegenover u zit is, ik volg al een aantal jaren Erland Sleur. Ja, mensen onthouden de naam goed, Erland Sleur, je kan hem vinden op Facebook. En Erland is een ja, hoe zal ik hem het beste omschrijven, een soort natuuractivist. Ja, zijn organisatie heet probios.org. En hij viel me een paar jaar geleden op in een documentaire toen hij naar bepaalde concessies ging en dat ging filmen en dat op YouTube ging plaatsen over van, joh, kijk wat de goudwinning, wat voor ramp het onze mooie binnenland aanricht. Hè? Hij gaat tot in het binnenland, hij filmde dingen, het laatst ook nog de Blanche Marie vallen toen een kwik, zeg maar, druppelde in de kreekjes en noem maar op, die filmpjes, dat maakt hij. Mm-hmm. Hij, wat dat betreft heb ik ontzettend veel respect voor hem. Hij doet het volgens mij ook echt alleen. Hè? En tijdens Paquito, toen stond hij daar ook op de truck. Heeft hij daar ook een speech gehouden over de natuur van Suriname. Hij heeft 6 uur geleden een post gezet op Facebook. Misaptak Junior op Facebook kan hij dit soort zeggen. Facebook. Nee, maar kijk, de bepaalde mensen. Kijk, zo'n Erland Sleur, die man zit in Suriname. Ik bedoel, ik kan die man niet een brief sturen of hij mij een brief sturen. Of we doen een correspondentie, like voor steeds heb je toch? Nee, we volgen elkaar op Facebook en we posten dingen. En dan gaan we natuurlijk ervan uit dat na jaren ga je zo'n profiel herkennen. Je gaat contact met zo iemand hebben, je gaat bepaalde dingen bespreken en dan weet je van oké, okay, ja, dit is een oprechte man en dit is zijn oprechte manier van denken. En die man geeft om de natuur van Suriname. Mm-hmm. Waarom zou je anders je tijd verdoen om daar de hele tijd rond te gaan fietsen, om foto's te maken, om dingen aan te kaarten, noem maar op. Weet je, en in bepaalde mensen ogen is hij stoorzender natuurlijk. Dan ben je een stoorzender. Ik heb laatst een documentaire gezien. Het ging over Brazilië. Het ging over die oerwouden van Brazilië. Ja. Er was een natuurwetenschapper en de president van Brazilië had hem ontslagen. Omdat hij die bosbranden eigenlijk aangekaart had. En hij heeft het wereldkundig gemaakt. En daar was de Braziliaanse president helemaal niet blij mee. Die heeft die man ontslagen. Maar die man had zoiets, ja, je mag mij ontslaan. Ja, maar daar heb ik geen salaris, maar ik ga verder met mijn werk. Om het lang vooral kort te maken. Ik ga citeren de post van Erland Sleur, 6 uur geleden. En dit betreft Suriname, hoor, meneer Sien. Oké. De enige reden om te baggeren is om onze bossen leeg te roven. Wekelijks vertrekken vele grote schepen met boomstammen vanaf Suralco-haven, DP-haven, Kuldiepsing-haven en JSZ-haven, die alleen met hoogwater kunnen uitvaren. Suriname zelf wordt leeggeplunderd en vernietigd. De houtkap kost de Surinaamse gemeenschap alleen geld. Negatieve balans uit de houtinkomsten, kapotte wegen, corruptie en een vernietigd bos dat voor goudzoekers toegankelijker wordt
door de vele boswegen die worden aangelegd. Kortom, vernietiging op vernietiging. Alleen de Chinezen, Maleisiërs en de corrupte Surinamers verdienen aan dit onderonsje van uitbaggeren. En dan vervolgens heeft hij daar een viertal foto's onder gezet. Je kunt even kijken. Mm-hmm. Ja, dan, kijk, deze foto's zijn niet nieuw voor mij. Ik bedoel, deze foto's die ken ik ook uit de Bruinzeeltijd. Ja. Weet je? Maar je moet nagaan tussen de Bruinzeeltijd en nu. Is er toch ontzettend veel bos verdwenen, toch? Ja, 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 zeker. Het is niet stilgestaan. Men is gewoon constant doorgegaan. Kijk, als we gaan kijken op schaal, laten we zeggen, in Brazilië was het tot 10 jaar geleden, was volgens mij. Bestond het regenwoud uit 90% regenwoud. Mm-hmm. Ik zeg maar iets hoor. En dan nu 2020 is er 10% vanaf. Zou je zeggen, ja, dat is niet zo'n ramp. Hè, er is maar 10% vanaf. Maar als je het op statistieken gaat bekijken, dan is het in de afgelopen 10 jaar heel veel vanaf. Ten overstaan van de vorige eeuw, bij ze van spreken. Dus dan kan je daarmee aangeven dat hoe snel dat gaat, hoe snel het proces gaat. Maar we maken die fout om te zeggen, kijk, 10%. Hè? Maar 10% waarvan? Van een tientje? Of 10% van een duizend? Ja, dus dat ook nog. In die dingen. Kijk, in Suriname wordt gewoon voorgelogen van ja, Suriname heeft 93% bosbedek. Is niet waar. Nee. Is de grootste onzin en de leugen die er verteld wordt. Want ja, kijk. Er komt waterleiding in Suriname, in de binnenlanden. Iedereen is blij. Ja, man, voor het eerst ga ik water uit de kraan drinken. Niemand heeft erbij stilgestaan. Van waarom heb jij waterleiding nodig? Je woont in het binnenland. Je woont in de natuur. Ja? Vroeger, daarvoor, had je geen waterleiding nodig. Omdat je gewoon naar de kriek kon gaan. Je kon je water putten eruit. En het was helder, je drinkt het. Nee. Ja, wij hadden vroeger ook, mijn vader had een perceel op Misman project, ik weet niet of u weet waar dat ligt. Dat is tweede grote bocht voorbij Koppieweg. Koppieweg, ja. Ja. En dan ging helemaal naar binnen, daar hadden we een kostgrond van 10 hectare, mijn vader plantte een watermeloen daar. En daar waren we in het weekend, daar hadden we ook geen stroom en water, weet je, maar we hadden water uit een put. En het was goed water. Ja, maar nu niet meer. En kijk, regen in Suriname. Je weet toch, hier een tijdje terug hadden we in Nederland zure regen. Mm-hmm. Ja. In Suriname kan je die regenwater ook, moet je daarvoor oppassen. Waarom? Je zit te veel auto's. Nee, niet alleen dat. Mm-hmm. Je zit met die opkoophuizen van goud in Paramaribo. En die verbranden die verspoelen, dat kwik. Die verspoelen hun dingen ook door de riolering, door... Nee? Die verbranden hun kwik. En die gifdampen, die gaan de lucht trekken in. Trekken de lucht in. Het regent. De regen brengt het weer terug naar ons. Mm-hmm. Ja? En dan zo krijg je dat probleem van dat regenwater is gemengd met die kwikdampen. En als je het gaat opvangen, krijg je een probleem. Dus wanneer je hoort van, ja, Surinaamse mensen die zijn blij, want ze krijgen waterleiding. Leuk. Nee. Ja? Ja. Dan begin je te twijfelen. Maar daarvoor, we waren natuurmensen. Inderdaad, we dronken water uit een put. Ik vond het heerlijk om met putwater te baden, want ik had families. Een zus van me, ik was nog vreselijk jong, die woonde in Saramaka en getrouwd met een agent. En die gingen de districten afreizen. En dan 's ochtends baden je met dat putwater en het was vreselijk koud. Mm-hmm. Maar ik vond het heerlijk, ja. Isabi. Ja. Maar je kon dat doen, maar nu niet meer met al die viezigheid die in de grond zit van Suriname. En je moet niet denken, ja, Saramaka is ver van Marowijne. Grondwater is iets heel anders. Begrijp je? Maar ga maar door met u. Nee, dat was het. Dat was het. Ja. Dus ik wou bij deze dan in uw uitzending, want ik weet, uw uitzending is goed beluisterd. Hè? Mensen ook volgen ons ook op ons YouTube-kanaal. Abonneer je op ons YouTube-kanaal. Het is Stavaste Radio. Dan kan je al deze uitzendingen van ons terugvinden, mocht je het missen. Ik wou zeggen, voor de mensen die zich met de natuur bezighouden, vooral, we hebben ook heel veel inheemse luisteraars, mm-hmm. die, waarvan ik weet, die zich meer om de natuur bekommeren dan om de politiek. En dat is een goed recht. Ga deze man volgen, Erland Sleur, weet je. Ja. Hij heeft ook een heleboel inheemse mensen die hem volgen. En ja, die zijn totaal niet eens met geen van
de oude politieke partijen, dus geen enkel. Zij willen gewoon echt, ja, ze hopen op een zakelijk kabinet of zoiets, een wonder uit de hemel of zo, die inziet wat voor potentie Suriname heeft. Als het gaat om ecotourisme, als het gaat om natuurlijke hulpbronnen, je moet daar anders mee omgaan. Als je kijkt naar het Amazonegebied, Brazilië, Suriname, dat is de long van de wereld. Laten we ons niet vergissen daarin. Ja. Weet maar je? Suriname ook, is ook de long van de wereld. Want ja, dat zeg ik, Suriname, Brazilië. Ja, weet je, en als je dat gaat opgeven, en kijk hoe dom wij Surinamers zijn. Hè? Als je weet hoeveel geld wij kunnen verdienen door die boom niet te kappen, boom te laten. Ik heb ooit een keer, en dat heb ik niet van mezelf hoor, ik ben een aantal workshops geweest en een van ze, dat was een mevrouw, die een Nederlandse mevrouw, die heeft haar hele leven in de scheepvaart hier in Nederland gewerkt. Het komt uit zo'n schepersfamilie. Op een gegeven moment is zij in de toeristenbranche gaan werken. En zij kwam heel vaak in Costa Rica. Ik ken nog meer mensen die heel vaak in Costa Rica komen. Ja, wat is Costa Rica? Ja, dat is een beetje een land als Suriname. Ja. Als je ernaar kijkt, heeft heel veel overeenkomsten met Suriname. Het enigste verschil is 90% van het bruto nationaal product van Costa Rica. Mensen, bruto nationaal product wil zeggen je inkomsten van een land, bestaat uit toerisme. Ja. En het is ecotourisme. Dat wil zeggen, je kan die binnenlanden die er zijn in Suriname, kan je ontzettend mooi benutten voor ecotourisme. Ja. En dat is een gemiste kans al heel lang. En wat wil ecotourisme zeggen eigenlijk? Is dat je een bestaande omgeving aanpast. Hè, je hebt bijvoorbeeld een berg en dal, dat is een voorbeeld. Maar het kan veel beter, kan veel effectiever. Costa Rica heeft dus 90% inkomsten daaruit. Dat wil zeggen dat iedereen, de hele bevolking van Costa Rica, die heeft inkomsten uit die toerisme. De ene als taxichauffeur, de ander als kapper, de ander als kledingmaker, de ander als verzekeringsbedrijf, noem het maar op. Iedereen draait op die toerisme, een heel land verdient daaraan. En er zijn gewoon Amerikanen die betalen $3000 om een weekje of 3 dagen twee papegaaien te komen fotograferen daar zo. Weet je, in Suriname hebben we misschien 15.000 van die papegaaien. Misschien veel meer van het natuurschoon. En het binnenland, heel veel Surinamers die in Suriname wonen, hebben zelf het binnenland nooit met hun eigen ogen aanschouwd hoe mooi het is. Ja. Omdat de reden, het is gewoon duur om helemaal naar het binnenland te gaan. Heel veel Surinamers, de bevolking van Suriname zelf, het is maar voor een enkele elite weggelegd om echt het binnenland in te gaan. Om de natuur schoon te gaan ontdekken. Het is vreselijk jammer. En wat ik ermee wil zeggen is, kijk, als je bijvoorbeeld goed nadenkt, je hebt zo'n zakelijk kabinet of zo, en die zegt van, joh, we gaan ergens in het binnenland een nieuw vliegveld aanleggen. En je bouwt daar 5, 6, 7, 8, 9, 10 eco-resorts. Maar dat zijn eco-resorts die van natuurlijke hulpbronnen voorzien worden. Hè? Zonnepanelen, water uit putten, weet ik het, van alles. Je maakt een kleine dam daar ook weer om stroom op te... Nee, dat is dom. Nee, zonnepanelen. Je weet hoe... Er zijn te veel mogelijkheden tegenwoordig. Ja. En dat je de natuur kan behouden, maar dat je toch uit die natuur veel meer inkomsten kan genereren. En dat is eigenlijk mijn boodschap. Ja. Maar nu, wat meneer Erland Sleur zegt, en er is geen controle. Er is echt geen controle volgens hem. Dus die bomen worden weggekapt, daar zo. En ze worden daar rechtstreeks al via de rivier richting de zee gebracht. Daar staan dan grote schepen te wachten, die laden ze zo over. En er zijn 1 of 2 stroommannetjes die hun zakken vullen. Onder toestemming van natuurlijk weer een grotere mogendheid, of hoe ik het beestje een naam moet geven. En ja, waarschijnlijk als je even een crisis voelt, zeg je dat. Guidement, pis, grombakken. Ja, dat is mijn spaarkas of zo. Ik heb een verrassing voor u en die meneer, hoe heet die? Erland Leur. Erland Leur, ja, sorry. Luister maar, we gaan kijken of hij gelijk heeft, hè. Goed luisteren. Schip Marine Prince is op maandag 26 juni 2017 in de vaargeul van de Suriname rivier bij een getij van ongeveer 2,95 meter aan de grond geraakt.
Het schip was volgeladen met boomstammen bestemd voor de export. Het schip is na het laden van de boomstammen te laat vertrokken uit Paramaribo en met een te trage snelheid richting zee gevaren, waardoor het bij opkomende eb is vastgelopen. De vaargeul van de Suriname rivier naar de Atlantische Oceaan is sindsdien gestremd, waardoor diepgeladen schepen niet meer kunnen passeren. Op donderdag 29 juni 2017 zijn overlaadwerkzaamheden gestart, zodat het schip weer vlot gekregen kan worden. Houtblokken zullen worden overgeladen van het zeeschip Marine Prince naar twee duwboten van Kuldiep Singh NV. De werkzaamheden zijn dag en nacht gaande. Op vrijdag 30 juni maakte de Waakhond reportageploeg voor u de volgende exclusieve dronebeelden. In onze Waakhond aflevering van maandag 3 juli 2017 een uitgebreid verslag van het vastgelopen schip Marine Prince. Begreep je dat hij gelijk heeft dat het uitbagger gaat om houtblokken verschepen? Maar even een vraagje, want je hoort dan dat twee duwboten van Kuldiep Singh die boot helpen. Hè? Mm-hmm. Is dat een gistaatsboot of hoe zit het? Nee. Kuldiep Singh. Niet Kuldiep Singh, maar die boot die vastgelopen is. Nee, het is een staatsboot, ja. Maar niet staatsboot. Van Suriname, van China. Die onder Panamese vlag vaart. Maar wie geeft dat toestemming? Wie heeft dat hout gekapt en wie wordt betaald? Waar gaat het geld naartoe? Dat heeft die meneer Sleur jou uitgelegd. Mm-hmm. Het kwam van het binnenland. Ja. Ze hebben het op een trailer gezet van een Hindustaanse man. Mm-hmm. Die vrachtwagens heeft, speciaal voor houtvervoer. Ja. En die man die rijdt over de Wijnenbosbrug. Vernietigt dat brug. Brengt het naar Sint-Javen. En dingen. We gaan even luisteren. Iemand wil u spreken. Zeker. Een hele goede middag. U bent erin. Ja, goedemiddag meneer Singh. Met Roberta weer. Ja, mevrouw Roberta. Meneer Singh. Vertel. Wij hier toch. Het is toch al jaren bekend wat de Chinezen in Afrika doen. Goed zo, ja. In Afrika. Ze gaan naar een land, vooral waar het een corrupte regering zit. Toch? Ze gaan daar. We gaan je helpen met infrastructuur. Wegen geld. Oké, we lenen. Ja. Alleen maar de grondstoffen van daar weg te kunnen halen. Ja. Heel Afrika. Al die wegen, de nieuwe highway wat ze gemaakt hebben in Suriname en Brugge, bla bla bla. Wat voor profijt heeft Suriname daaraan? Is er ergens daar een industriegebied of een nieuwe fabriek of weet ik veel wat? Werkgelegenheid voor de Surinamer zelf? Nee. Chinezen werken, Chinezen verdienen, Chinese lening. En alle hout en alle andere stoffen worden gewoon weggevoerd. En dat baggeren, weer met geleend geld. Hadden ze maar al die patties, gewoon, weet je, de binnenwegen, weet je, of net buiten Paramaribo of binnen Paramaribo. Waarom doen ze daar niets aan? Elke keer als er een regenbui is, Paramaribo onder water Noord. Daar doen ze niets aan. Maar biggie passie, hoeveel miljoenen, miljarden, waar is het geld? Net wat mevrouw Lisbeth zei, toch? Mm-hmm. Ik wou er. Dus meneer Ray ook, toch? Van Costa Rica. Het is niet nu bekend. Costa Rica draait al jaren op ecotourisme. Maar het is om het beleid. Het gaat om het beleid. Men zegt een ezel stoot zich niet twee keren, toch? Maar die is psa don, die is psa ezel. Nou, weet je wat het is, mevrouw? Goedemiddag trouwens, hoor. Goedemiddag. Het, weet je, soms wil ik niet zozeer de president de schuld geven, maar het zijn die adviseurs van hem. Nee. Weet dat u? Het zijn echt knabbels. Nee, meneer Ray. Weet u wat het is? Het is elke keer, no boy, het is niet de president zijn schuld. Ray, jij bent directeur van Standvaste, toch? Ja. Dan zie ik meneer Singh daar komen uitzenden. En wat jouw beleid is, dat hij buiten jouw beleid gaat. Dat hij andere dingen, wat ga jij doen? Jij moet toch aanpakken? Dat is waar. Wel, nee, nog een president, mevrouw Roberta, toch? Mevrouw Roberta, moet u eens luisteren. Kijk, ik kan hem zodanig paaien om te zeggen. Als hij ministers gaan ontslaan, ja. Toch, elk jaar. Toch? Elk jaar. Dan kan hij dat toch ook doen? Als ik zie dat mijn beleid... kantoor of mijn business niet draait, die man doet het niet goed. Dan ga ik hem weghalen. Nee, maar waarschijnlijk, die foute adviseurs van hem, ja, die leveren hem uiteindelijk voor persoonlijk gewin genoeg op. Maar dan is deze toch
dom. Dat zeg ik toch? Maar tonto, dat heeft niet inzien. Ja. Ik was van de zaan. Ik heb hem trouwens van de week gezien hoor, want er was iemand bij hem langs geweest om te vloggen bij hem thuis, bij de president. Ja, ik heb het ook gezien. En hij heeft veel boeken hoor, maar ja, soms bepaalde... Ja, heeft hij ze gelezen? Ik weet, hij beweert van wel. Hey, voorlezen doet Trump ook, weet je. Weet je, hij heeft zo'n dingetje voor zich. Hij heeft echt, op het laatste moment echt hele goede adviseurs nodig, of dit gaat niet werken aan jij, Wokko. Luister nou, meneer Rie. Ja. Vanaf 80, ja. Toch? Kennen wij hem. Ze zeggen altijd, toch, zeg maar wie je vrienden zijn, dan weet ik wie jij bent. Ja. Toch? Ja. Dus vanaf 80 tot nu weten we toch al hoe het gaat, wat voor een klikje het is. Wat had meneer Boutersen in 1980, toen hij sergeant-major was, daarna bevel, wat voor rijkdom had hij? Wat voor, weet je, wat had hij als voor rijkdom? Ja. Ja, wat heeft hij nu? En alle anderen, oppositie, coalitie, allemaal voormaken. Nou, we moeten met de wetten komen. Laten we ook... Want we praten wel, weet je, het staat zo in de wet. Iemand die een strafblad of weet ik veel wat heeft, weet je, mag niet tot pre... Maar mijn god, het is toch gebeurd in Suriname? Jawel. Maar laten we ook verder kijken. Eens kijk, je hebt Suriname en dan is het 10%, misschien nog niet eens 10%, van het land die heeft enorme belangen hierin, hè? Tegenover 90% die belangeloos is. Maar in hoeverre belangeloos? Het is je belang. Als je geld wordt gestolen, je benzine wordt duur, je boodschappen worden duur, heb je belang erbij. Maar er is 10% van de bevolking die zware belangen heeft bij deze vorm van regeren. Bent u het met me eens? Helemaal. En dat is niet nu. Dat is niet nu, niet alleen bij deze regering. Sinds we gekozen verkiezingen in Suriname, geheime verkiezingen in Suriname, sinds meneer Pengels tijd en Latchmans tijd, hebben we dit toch? Mm-hmm. Het is een klikje om de mensen heen die er profijt van hebben, maar de 90% toch, meneer Rie? Ja. De 90% die moeten gaan stemmen. Maar mijn god, mensen die het niet goed hebben nu in Suriname, zij voelen het toch? In ja. Dus als ik zie van mijn god... Oké, misschien had ik gedacht, AOW, omhoog, kinderbijslag omhoog. Maar als ik zie dat hetzelfde, het heeft geen waarde meer. Mijn 30 SRD had meer waarde dan die 500 nu. Toch? Dan moet ik toch zelf gaan denken, maar mijn god. Alle nieuws wat er is, vooral de jeugd. Wat ik nog ook wou zeggen, meneer Ree. Ja, mevrouw Roberta. 40 jaar revolutie, zeggen ze toch? Mm-hmm. Zeg maar, Missy Kaba, Abdul, Boven en zo. Hoe oud zijn ze? Nou, hebben ze meegemaakt. Je noemt ook een paar namen hoor, maar goed. Ja, sowieso een heleboel, dus een hele coalitie daar. Ja. Ik heb het wel meegemaakt. Mag ik u dat vertellen? Uitgezonderd een paar. Hebben ze het Rivotijd bewust meegemaakt? Dus zeg maar tot Weidenbosch tijd, hebben ze het bewust meegemaakt? Ik denk het niet, want ik ben van dezelfde leeftijdscategorie. Ik heb het meegemaakt als kind, maar bewust, daar denk ik dat je wel 20 plus voor moet zijn. Ja, want als kind, ja, je krijgt je brood, maakt niet uit of het met pindakaas is. Je krijgt je eten, weet je, mama zorgt wel ervoor. Maar bewust, toch? Zeg maar, zal ik u iets moois vertellen? Ik zat op school, hè, en ik had een Koroniaanse meester, die man heette meneer Bent. En ik kwam op school en ik keek zagrijnig. Hij keek me aan, hij zegt, Ree, waarom kijk je zagrijnig? Ik zeg, ja, we hebben geen boter thuis. En ik was een verwend jongen, hè, ik wou mijn pindakaas met boter eten op mijn brood. Hij zei, maar dan ben je toch dom? Hij zei, dan moet je een eitje bakken, toch? Dan haal je het eitje eraf, eet je het eitje op, dan heb je al een soort boter op je brood, dan smeer je die pindakaas erop. En dan neem je het mee naar school. Dus zo, ja, je ging er creatief mee om. En weet u, meneer, daarom zeg ik toch, hebben ze het bewust meegemaakt. Dus wat deze man doet, hij paait de jongeren die het niet mee hebben gemaakt. Maar ik had gedacht, ze zijn nu wijzer. Iedereen heeft een smartphone. Ze kunnen nu zo op internet, alles staat er met beelden vanaf 80 voor 80 tot nu toe. Dus misschien kunnen ze, weet je, zichzelf... Ja, op onderzoek uitgaan, om achter dingen te komen, maar nee hoor, ik snap het niet. Het is mevrouw Robert... 10% begrijp ik. Kijk mevrouw Robert, het is weer om erop terug te komen. Hè. Kijk, als ik het heb over die 10%, die belangenverstrengeling, toch?
dan heb je, en het grappige is, wanneer die verkiezingen naderen, dan is iedereen ineens etnisch bezig, dan kuli no loop blakaman, blakaman loop kuli, jampanisi, disi, bla bla bla. Terwijl die 10%, die mensen die die belangen hebben, de mannen, Lucas Sanati, het zijn enkele keer die bestaan uit alles. Met weet ik had gedacht, meneer Ree, in 2020, toch we zijn in de 21ste eeuw, dat we wijzer zouden zijn dat mensen ons niet meer tegen elkaar kunnen spelen, toch? Ja. Maar we trappen er weer in. Ja, nou ja. Niet iedereen hoor, niet iedereen en hoor. En dat. Weet je? Wij allemaal weet je, moeten eten. Weet je, kijk, als je gaat kijken, wie hebben die belangen daar zo? Nou, ik kan een paar namen, ik hou niet van graag namen noemen op de radio, zo, maar ik hoef ze niet te noemen. U kent de namen wel een beetje, toch? En dat zijn niet één bepaalde bevolkingsgroep, maar dat zijn... Nee. Dat zijn hoofdelijke aansprakelijke uit die bevolkingsgroepen. De man zijn met Amoni Biggie. Oh. En laten we een grote doelgroep niet vergeten. De man zal vinden een regelrokot. Ambtelijk systeem. Want als je meneer Doekje uit Nikeri hoort praten. Ah man, dat zijn dat vinden. Hij vindt, nee, het gaat goed. Nee, de mensen klagen te veel. No, ze hebben de dieren. No, maar toen in 19 hoeveel, dat was het zoveel. Maar nu, no. Weet je, dat lijkt het man. Je leeft niet hier. Ja, maar hij heeft toch niet te klagen, hij heeft toch genoeg. Daarom toch, ze hebben alles, alles is prop, zo niet komt het uit het buitenland. En behalve dat, laten we niet vergeten, in zijn geboorteland is er ook nog genoeg olie gevonden. Dat toch? Het zijn land van herkomst, die man is van Guyana toch? Backtrack, en ik weet maar, weet je die 1 zoveel dollar die zijn aangehouden. En dat zijn juist die mensen die het altijd over buitenlanders hebben, maar nou, kwik ik boei me pa Guyana. Ja toch, hoe gaat ook toch? Ja, en meneer Boutersen, die komt uit Nederland. Ja, het zijn die buitenlandse machten en die witte mannen met die korte broeken, die hebben het altijd gedaan. Maar goed. Mag ik ertussen komen? Ja, natuurlijk. Sorry, want ik neem zomaar uw oortstelling over. Nee, is dit waar. Ik vind het goed. Maar mevrouw Roberta, ja? Weet u hoe moeilijk mannen het gehad hebben tijdens Rifotijd? Meneer Singh, ja. Niet alleen mannen. Maar ik richt me even, ik weet vrouwen ook, hè, maar ik richt me even op mannen, ja? Weet u? Weet u waarom? Ik wil dat u en die directeur iets gaan beluisteren. Hè? Dit was tijdens de tijd van Riffo. Mm-hmm. Weet u? U blijft aan de lijn, hè? Blijf aan de lijn en luister, ja? We moeten meestal naar Surinamers gaan die daar ter plekke zijn, hè? Luister naar deze heren, ja? Okay. Ze gaan ons vertellen hoe moeilijk ze het hebben. Wat voor jong boy heeft de kousel wat we roepen dan? Am smijlu kamang. Mij dat niet verder van kousel jere. Ai. Mij dat na koor me kousel a kousel. Trangatur jere. Kousel jere. Akwade trangan hoor. Wat kousel jere. 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 Après c'est un fou bigui, c'est du young boy ma, non, forme ma personne, c'est du, tu sors dans personne ma, parce qu'on a le couso, ça part, ça va dans tout le monde. Quel n'a pas fait fondre de colia, En dan moet je echt scherp zijn hè nu, goed scherp zijn hè mevrouw Roberta en meneer de directeur, opletten hè wat hij gaat zeggen, ja. Tien. Dus 1000 kolen verdienen aan ding. We gaan eerst daar eens rechtstreeks. Want heb je een vrouw gezend naar 4-6-7? In een commerce rechtstreeks. Want apart van in de bijna zitten, scoren van de mijne in de alles crossing. Next van mijn project. En in de man kon ook in een week gebouwd aan bureau. 4000 kolen naar 5000 kolen. Want zo zijn we weer even foto. 10.000, 20.000 kolen. In een commerce. Het is
tijdens Weidenbos. Ja, dat is geen refotting. Maar hier toch, dan ben je weer Joko, want ja, want Joko bij kostuums hier. Ja. We lachen erom. Nee, ik kan er niet om lachen, ik vind het niet leuk. Maar het is de waarheid. Ja. Ja? Weet je? De schappen waren leeg. Geen import. Niets konden ze importeren als ze een brokkopranatie ja. van Suriname ja. toen. De auto's, alleen maar wrakken reden in Suriname. Ik ga u één ding zeggen, een nieuws. Ik ben 79, ik was klaar hier van school. 79 ben ik naar Suriname gegaan. Dat was juli. 80 was het koep. 81 ben ik teruggekomen. Dus dan weet u wat ik allemaal daar heb gezien en meegemaakt. Mm-hmm. En bewust. Mm-hmm. Want ik was daar gegaan om te blijven. Want ik dacht, klaar met school, ik ga werken, werk zoeken, Suriname. Suriname was altijd in mijn hart. Dus ik heb het meegemaakt. Ik heb het gezien. Hoe elektriciteit, hoe water, hoe alles van het een op het andere dag zoveel 100 was geworden. Mensen hebben, ik ga je zeggen, en moeders, alleenstaande moeders met kinderen. Meneer Singh en meneer Ree, ik heb het meegemaakt. En ik was van hier gegaan, ik had gedacht. En toen mensen begonnen te schreeuwen, riffo, want in het begin waren ze blij. Ik zeg, mensen, kijken jullie om jullie heen. Heel Zuid-Amerika wil bevrijd worden van de dictatuur. Nou, je bent van Holland gekomen, wat weet je. Kolonisator, alleen dat. Riffo. Eigenlijk moet nu pas een riffo beginnen, een echte volksrevolutie. Toch wordt dit een film, dan ik weer dit. Dat staat voor voorbeelden, toch? Ja. En we gaan niet naar de Franse tijd. Nu. 2021. Ik ben bang, eerlijk hoor. Ik ben bang dat als... Als het zo... aan je revolutie gehad en alle soorten. Over niet. Nee. Ik zeg, ik ben bang als het zo doorgaat. Dat het straks, dat een portie chowmin ooit weer die kant een paar honderd SRD gaat kosten als je zo doorgaat. Jawel, want... Centrale bank, we weten, Suriname is gewoon failliet. Er is geen geld. Waar gaan ze het nu vandaan halen? Nee, ze hebben een verklaring getekend, toch? We gaan het binnen 3 jaar terugbetalen. Zo, dus okay, ze gaan het terugbetalen. In hun woord is de kassareserve terug. Oké, de banken. Huh? Door particuliere banken. Maar bij mij gaat het nu om het staat Suriname. Ja, de staat Suriname. Huh? Dat is, ja, als ja. de staat bankroet is, maakt niet uit hoeveel miljoen op de banken staan. Is mijn geld. Huh? Wat ik gespaard heb. Maar als je als staat failliet gaat, je hebt geen geld... Centrale bank is leeg, alle goud is verkocht, niets. Nee, maar mevrouw, sorry, u brengt fake news, hoor, is fake news. Nou, dan fake news, als Trump het kan doen, waarom ik niet? Maar mevrouw Roberta, die directeur, die zei het, hè, kijk, dat geld en... Ik ben gewoon reë, hoor, ja, maar hij zei, we gaan het geld in 3 jaar terugbetalen. Dat wil zeggen, eigenlijk, tantiri, dat ik niks nou, we gaan 3 jaar. Maar ja, er zit wel een verkiezing tussen... Ja, en degene die komt, ja, die zal het betalen. Ja, en hoe? Ja. Maar straks als er een nieuwe regering komt, als zij winnen, oké. Maar als er een nieuwe regering komt, dan neem ik aan dat ze gaan onderzoeken. Dat alles boven water komt, hoeveel leningen, hoeveel dit, hoeveel dat. Nou, pas gaan we zien. Geloof me, dit zijn geen domme jongens hoor. Al mocht het zijn dat ze dat geld hebben genomen, is het al lang al geparkeerd ergens. Nee, maar het is niet als. Ja. Het is zeker. Alleen, wat hebben ze ermee gedaan? Ja. Het is niet als ze het genomen hebben. Ze hebben het gezegd, toch? Ja. Heeft het in die keer ook gezegd, toch? Maar ze hebben toch aardappelen en uien gekocht? Onder andere? Ja, aardappelen en uien. Maar mochten ze aan het geld zitten? En niet, leningen afgelost en weet je, gespeculeerd via Chotanal. Oké, goed. Maar mochten ze dat? We zijn toch speculeren, wetten? Nee. We leven toch niet meer in het Wilde Westen? Nee, absoluut. Nee, ik ben het met u eens. Kijk, en als je het niet meegemaakt hebt. Dus je staat of aan deze zijde of aan die zijde. Ja, die keuze moet je maken nu. Mensen zeggen nu dus, ja, je hebt twee keuzes. Of je steunt deze regering... Of je steunt een andere partij. En dan moet je zelf voor jezelf invullen welke partij. Maar dat zijn de twee mogelijkheden die je hebt op dit moment in Suriname. Volgens mij. Als het ook eerlijke verkiezingen gaan zijn. Maar de helikopters van Rusland zijn niet gekocht. Zijn gehuurd. Maar ze blijven tot zo'n tijd echt na de verkiezingen. En dan moeten ze weer weg. Ja, we hebben afgelopen zondag gesproken met de voorzitter van het OKB.
En hier precies hier bij Stavast, ze heeft aangegeven dat ze probeert alles zo netjes mogelijk in te leveren. Mevrouw Silos, ja, ex-minister van Justitie, voorzitter van de OKB, alsjeblieft. Oké. We kennen haar toch? We kennen haar goed. Ja, wij van Stavast kennen haar goed, we spreken haar van. Heeft ze de termijn uitgezeten? Nee toch? Ze heeft de termijn ook niet uitgezeten toch? Nee toch? Dus mevrouw Silos moet niet praten. Ja. Moet niet praten, want van 2015 weten we ook wat met de stembussen zijn gebeurd. Mevrouw Silos, nee, in deze niet. Wat denkt ze wel van zichzelf? In Suriname is ze echt, jongen, vrijgevochten boel nu met deze mensen. Het moet gaan ophouden. Ja, hoe gaan we dat doen dan? Weet je, ik hoop dat ze dus de oppositie, weet je, overal ook hun mensen sturen, weet je, zoals het hier gebeurt in Nederland met stemmen en zo, en bij je tellen en alles, weet je, dat het niet weer maanden moet duren. Weet je, dat het eerlijke verkiezingen zijn. En dan zien we het wel, ze moeten niet gaan sjoemelen. Als ze sjoemelen, nou ja, dan hebben we pech. Of ze moeten uit het buitenland mensen laten halen. Lieve mevrouw, met alle respect, u mag het hard roepen hoor. Ze moeten niet gaan sjoemelen. Maar ja, gaan ze naar u luisteren? Nee, niet naar mij. Toch? Maar één stem, het moet met één stem beginnen, toch? Misschien luisteren mensen nu. Misschien moeten we meneer Singh even vragen hoe dat precies werkt. Zijn er toeziende organen? Hoe werkt dat precies? Ja. Jawel, er zijn toeziende organen. Dat denk toch? Van die Pindaboer, die president, toch? Ja. Carter Instituut, die dat doet. Maar ja, kijk nou, die verkiezing van Suriname, die fraude begint... Niet met die verkiezingen. Het begint al met de zetelverdeling. Nee, bij die zetelverdeling. De zetelverdeling is al oneerlijk. Kijk, als je, laat wel zeggen, bij de grens van Brazilië al 7 zetels binnen kan halen. En daar zijn er misschien maar 700 bewoners. Ik noem even iets hoor, uit mijn blote hoofd. Terwijl je in Paramaribo bij 30.000 mensen maar 2 zetels kan halen. Ja, dan is het al gewoon oneerlijk verdeeld. Ik zeg het heel grof hoor, maar... Nee, het zou zoals in Nederland moeten gebeuren, weet je, elk stem. Het is niet per district of weet ik veel wat, weet je, elk stem telt. One man, one vote. One man, one vote. Ja, klaar. Niet per district of wat dan ook. One man, one vote, waar je ook bent. Ja. Oh, dat zou dus al lang moeten doen. Maar goed, we hebben nog 3 maanden, nog niet eens, dus... niet eens 3 maanden meer, dus... Eigenlijk, weet je, dus ik geef meneer Singh en u... En de andere bellers, weet je, maar er is zoveel, weet je, er is zoveel gari wat je wil spugen, toch? Ja, jullie zijn, weet je, een medium waar je het wel mee kan doen. Of met je mensen, weet je, waarmee je praat. Maar het is echt, het is triest. Nee, we moeten het bespreken, want het gaat ons allen aan ons hart, hè? We bedoelen het niet verkeerd. Nee, zeker niet, toch? We hebben liefde voor het land. Ja, anders wel. Meneer Ree, als het goed gaat. Ik ben de eerste die op mijn borst laat en het vliegtuig pakken en daar aankom om te zeggen, ay, bidoro. Het is zo... Jij lacht niet, meester. Nee, meneer Ree, nog even. Weet je, ik ben Surinamer. Je kunt gewoon Ree zeggen, hoor. Ik breng me een beetje verlegenheid. Dank u. Ja. Nee, maar weet je, ze waarderen Suriname niet het natuurlijk. Weet je, als je googelt, dan zie je dat 3/4 van Suriname nog ongerept is. Hoe mooi het is. Ja, prachtig. Als ze nu kapot maken, krijgen we in nog geen eeuwen terug. Nee. Toch? Maar ja, wie zijn wij, hè? We zijn toch die Hollanders? Ja, maar de Hollanders, maar mijn god. Maar sorry hoor, ik accepteer dat niet hoor. Ik ben een Surinamer, hoor. Ree, ik zeg nu Ree. Ree, ze zeggen, if you can kill them, join them. Ja. Ik wil ze niet vermoorden. Ik zeg, leer van ze toch. Goed zo, ja. Goed zo, ja. Alles wordt... Weet je, Nederlanders toch? Zij hebben eigenlijk... Kijk hoe dom wij Surinamers zijn. De Nederlanders hebben al geld geïnvesteerd in alle soorten dingen. Toch? Zij hebben het kennis. Nu zien ze van... Hé, asafu gas nanga, oli no bomboy. We moeten met andere dingen komen. Dus wat? Ze gaan weer miljarden investeren. Er is al kennis, er is al alles. Ja. Wat wij moeten doen is de nieuwe adopteren, niet het oude. Nee toch? We hoeven al die investeringen niet meer te doen. En luister, als jij gewoon zakelijk goed bent, dan hoef je onder niemands juk te leven. Je kan gewoon zaken doen, hè. Ja. Eén op één. Zoals wij zitten hier, toch? Laat me een klein voorbeeld nemen. Dit is een Surinaam station in Nederland. Maar wij doen ook zaken met hun, toch? Maar we bestaan, toch? Ze klemmen ons niet. Ze hebben ons niet in een juk gegrepen. We zijn niet afhankelijk van hun, van subsidie of weet ik veel wat. Nee. We doppen onze eigen boontjes.
Maar het is een zakelijk iets wat we doen. Maar we betalen netjes de belastingen, we betalen netjes de dingen die je moet betalen. Er zijn zakelijke overeenkomsten, dus waarom zouden we geen zaken kunnen doen? We zijn niet. Waarom zou je afhankelijk van ze moeten zijn? Je kan toch zaken met ze doen en ze hebben. Laten we eerlijk zijn, hier in Nederland gaat er per jaar weet ik veel hoeveel miljard om aan export van fruit en groente alleen al. Weet je, Nederland hoeft helemaal niet met Suriname te vergelijken, met niets. Want kijk nou, als je de begroting van Nederland ziet, toch? Dan weet je al hoe ver ze zijn. Voor een klein landje, hoor. Nou, voor zo'n klein land, met geen grondstoffen. Ik ga eerlijk met u zijn, hoor, mevrouw Roberta. Dus, weet je wat ik zeg, meneer, heel even. Ja. Wij toch, we zouden gewoon van elk ander land, China, Amerika, waar dan ook, het kennis in het vooruitgang, waar zij nu mee bezig zijn. En dan, weet je, adopteren in ons land. En dat, maar niet met het oude en het corrupt, zolang er corruptie is, ja, zulke regeringen. Nou, in het zakenleven, inaf loopt maar. Inaf loopt bepaalde maar. Maar inaf kan je ook zo. Maar zolang het zakelijk kan doen, als het ook kan doen, toch? Nou, ik vind dit, weet je... Het wil niet zeggen dat als je met iemand zaken gaat doen, dat je broers wordt, toch? Nee, een goede deal, toch? Het moet toch goed zijn juist. Voor jou? Juist. Voor jou wil zeggen, voor je land. Juist. En als het is voor je land, is het goed voor je volk. Maar als het alleen maar goed is voor in eigen belang, meneer Dilip Sarju, en noem maar namen op. Ja. Nou ja, dan doe je het. Maar daarom zeg ik toch, zolang je zulke regeringen... Ja, dan noem je een paar namen, ja. Mensen met zulke inborsten. Ik heb ooit naar een documentaire gekeken. Het ging over een Dubai. En er was een meneer daar en een reporter, een journalist, volgens mij kwam hij uit Nigeria. En hij vroeg aan zo'n sheik, hij zegt, hoe kan het zijn dat jullie hier niks hadden? Jullie hadden alleen woestijn en jullie hebben olie gevonden en jullie zijn een van de welvarendste landen geworden. Hoe kan het? Hij zegt, ja, dat heeft met beleid te maken, beste vriend. Mm-hmm. Hij zegt, hoe bedoel je? Hij zegt, nou kijk, ga naar je eigen land. Jullie hebben meer als wat wij hadden. Jullie hebben diamanten, jullie hebben olie, jullie hebben bauxiet, jullie hebben goud, jullie hebben, weet ik, wij hadden hier alleen maar woestijn. Hij zegt, maar kijk wat beleid heeft gedaan vandaag de dag. Beleid, wij zijn met beleid met die olie omgegaan. En toen we zeggen dat die olie ooit zou ophouden, hebben we het geïnvesteerd in toerisme. En daarom zitten we allemaal goed in dit land vandaag de dag. Maar dat is inzicht, is het beleid. Het beleid heeft gemaakt dat Dubai vandaag Dubai is. Maar daarom zeg ik toch, meneer Ree, beleid toch. Weet je, en dan praten mensen over Dubai, denk ik, heb je Dubai wel eens met je ogen gezien, meneer? Meneer praat over Dubai, maar is je Dubai bak? Meneer Ree, ja. U bent ook een voorbeeld, toch? Nou, ik ga mezelf zeker niet als voorbeeld stellen. Al jaren, ik ken al de directeuren die er geweest zijn, toch? Ik ken u ook, toch, beleid. Mensen met een goede inborst, mensen die het menen... Weet je, voor het land of het bedrijf of een eigen zaak. Je moet met beleid komen, toch? Ja, ik mag het zo zeggen, ik heb goede adviseurs om me heen. Ja, ik voer wel het beleid uit, maar ik heb goede mensen. We zijn echte stranamans met het hart op de juiste plek. Dat ben ik wel met u eens. Meneer Ree, je hebt altijd mensen nodig, want je bent niet een wonderkind. Die genieën zijn maar gespecialiseerd op één gebied, toch? We zijn geen Einstein. We hebben altijd mensen om ons heen nodig. Maar we zijn toch niet dom. We kunnen toch inzien ook. En als je iets niet begrijpt van die man van... amai, tik me in wat jote. Dan ga je naar andere mensen. Maar als je het in borst al hebt om te stelen... om je hebt iets anders in je hoofd. Je bent niet gekomen. Dus al die pramities van Boutersen. Weet u waarom hij president is geworden? Om onder zijn straf of onder het hele proces van 8 december onderuit te komen. Om het te stuiten op de een of andere manier. Dat is niet om Suriname te verheffen. Of wat dan ook te doen. 18.000 woningen, trambaan, flyovers, diepzeehaven, I don't know. Nee, het was gewoon 8 december stuiten. Hoe dan ook. Nieuwe amnestiewet 148, whatsoever. PG de Ruit, maakt niet uit. Van Dijk Silos, minister van Justitie, meneer Ree. Dus heel deze hele ding. Boutersen is nooit president geworden om Suriname. Maar ik praat ook met Surinamers, mevrouw Roberta. En dan praat ik praat met ze en dan vraag ik ze. Maar weet je dat heel veel van ze ook zeggen van ja, maar onder die regering is er niks gemaakt, is er niks gebeurd. Alles wat je ziet is onder Bouta gedaan, bruggen gebouwd. Wegen aangelegd, water is in het binnenland gekomen, stroom,
Bauta Rokogide people. Ja, hoe kijkt u daar tegenaan dan? Meneer Ree, met geleend geld, toch? Kan ik ook zoveel doen, toch? Maar waar het nodig is, je gaat niet nu al verstemmen, toch? Bepaalde gebieden, alles. Elk Surinamer heeft er recht op. Elk deel van Suriname. Niet alleen, zeg maar, Koroni of Kommerwijnen. Heel Suriname waar de mensen behoefte aan hebben. Als de plaatselijke mensen van het binnenland vinden, neem je wat daar in mijn kampen, maar ik wil wel stromend water hebben, ik wil wel elektriciteit hebben, dan moeten ze het krijgen. Ja, maar dan gaan ze weer zeggen, we zijn een land in ontwikkeling, we zijn nog jong. Ja, elke keer, dan is het de witte man, dan is het dit, dan, weet je, is goed, blijf maar in je slachtofferrol. Maar ontwikkeling brengen, voor mij, is werk. Productie. Als ik kan werken, ik kan geld verdienen, dan komt de ontwikkeling automatisch. Maar ik ga om mijn Chinezen of... Weet je waar dan ook, ik ga mijn inkopen doen, ik ga naar de markt gaan, ik ga inkopen doen. Ik ga misschien een bromfiets kopen of een auto. Maar als er geen werk is, meneer Ree, je hebt water gezet, maar mijn god, hoeveel Surinamers, behalve de ambtenaren, hoeveel fabrieken zijn er in Suriname gezet in 10 jaar? Ja, er is een kassa-afvalfabrieken. Nee. Hoeveel overheidsbedrijven, ik praat niet over particulieren, want hoeveel zijn over de kop gegaan. Absoluut. Weet je, Bouterse, die 500 zoveel in zijn dikke boek, ik denk dat het gewoon nep was. Want ze hebben het geen ene keer even opengegooid, want we zouden alleen maar blanco pagina's. Nee, je zou inderdaad, je zou een paar houten bruggen vinden hier, daar en twee palen hier. Alles is in het boek opgetekend. Naambordjes daar veranderd. Daar zijn twee generatoren geplaatst. Daar zijn... weet je, nee, ik bedoel, het zal heus wel 500 projecten in het boek staan, maar... Ja, een brug paars verven. Is goed, ik ga u bedanken, mevrouw, bedankt voor het belletje. Ik hoop dat iemand me belt, meneer Ree, en me kan zeggen, dus hoeveel werk deze regering heeft gecreëerd, behalve... Ja, dat willen we ook graag horen. Ik wil ook graag eens de mensen horen die het niet eens zijn met u... Laat ze ook eens bellen, luiden. Vertel dan, wat zijn de verdiensten eigenlijk? Hoe jij dat doet? Want ik heb het over werk geleden. Ik ben eigenlijk van huis uit een positief mens. Ik hou eigenlijk meer van positieve dingen dan... Weet je, ik wil niet constant met het negatieve bezig zijn. Begrijpt u? Werkverschaffing wil niet zeggen een kraampje zetten, weet je, en 2-3 flesjes of kleren uit Nederland of Amerika even daar. Ja, of van India krijg je een wakapassi cadeau of dat soort dingen bedoelt. Ja. Ah, maar mijn god, ze hebben zoveel dingen cadeau gekregen en waarmee de first ladies gaan showen. Ja. Computer uit China, dan gaat ze het uitdelen en dan dit weer en dat. Maar, zo, maar als je het STV-journaal, STVS-journaal ziet, dan laat je eerst Limbo. Maar Limbo, mijn god, we kennen Limbo toch. Sorry. Ik ga me daar niet eens aan wagen, want dat is... dat boekje slijt niet eens open, want... alsjeblieft niet. Ik had gedacht dat Sarah Sanders, weet je, van Trump erg was. Zijn bepaalde mensen, die vind ik journalistiek gewoon onwaardig. Dus dan wil ik hun naam niet eens noemen. Nee, maar dit is geen journalistiek. Het is serieus journalistiek. Oh ja, kijk, u gaat mijn dingen in mijn mond zetten. Ik voel me nou net een politicus. Ik ga u bedanken, lieve schat. Ik jullie ook. Waar belt u vandaan? Rotterdam, oké. Nee, meneer Singh, u ook bedankt. U ook, hoor, mevrouw Roberta. En blijf ons volgen, blijf ons supporten. En abonneer je op ons YouTube-kanaal, alsjeblieft. Dat zal ik zeker doen. Ja, dankjewel, hoor. Okay. Bedankt, hoor. Abo, doei. Nou, meneer Singh, ik ga u bedanken voor... Ik heb al te veel tijd van u in beslag genomen. Ik weet dat u ontzettend alles goed voorprogrammeert. Ik ga verder naar u luisteren. Ik ga ook nog proberen wat aan mijn productie te doen hier zo. Maar mag ik u bedanken? En ik luister verder. Ik ben een groot fan van u, sorry. Maar moet u eens luisteren. Afgelopen zondag wat u aangekaart heeft. Ja. God, man. Ik heb mensen... Ga naar YouTube. Ga... Die uitzending beluisteren, meneer. Het heet Meester analyseert de verstandsverbijstering van de parlementsvoorzitter van Suriname. Ga en luister dat ding. Het is net een hele spannende speelfilm met een mooi einde. Echt waar. Het wordt met de minuut spannender. Dank u wel, meneer Singh. We moeten die jongen wel een granny geven. Hij heeft het
goed gezien. Erlands Leur. Ja? Ja. Over die houtblokken. Ja, volg, als je van de natuur houdt, volg hem op Facebook, ja. Weet je. En als je een keer spreekt, zeg tegen hem vooral dat je naar Radio Stavast luistert. Naar Stavast Radio. En maar ik kan het beamen hoor. Ja. Hij heeft gelijk. Die Surinaamse rivier die wordt uitgebaggerd. Dat is gewoon ten behoeve van de Chinese export. Niet ten behoeve van Suriname. En ik blijf het nogmaals benadrukken. We hebben geen enkele politieke agenda hier zo bij de radio. We zijn geen enkele kleurverbonden. We spreken iedereen hier zo van oppositie, coalitie, natuurspecialisten, bedrijven, ondernemers. Het maakt ons niet uit. Zolang je maar iets met Suriname te maken hebt en het liefst positief, spreken we jou graag. Toch? Zo is dat. Dank u wel, minister. Goed zo. dat was de directeur van Radio Stavasten. Mensen, ik ben helemaal van mijn apropos af. Ik weet niet waar ik begonnen ben en wat ik zou willen gaan doen. Maar het hoort ook bij, weet je, we zijn live en ja, het is triest. Het is triest om te horen. Ja, wat moet je hiermee, mensen, Isabel? Het is soms wil je mooie berichten naar buiten brengen van Suriname. Maar die slechte berichten die nemen de overhand. Maar er zijn een paar hele kostbare dingen naar buiten gekomen vandaag van luisteraars. En ik ben ze daar dankbaar voor. Meneer Hoes, mevrouw Lisbeth en mevrouw Roberta. Weet u, kijk, dit is dat punt wat in Suriname als zeer beangstigend wordt gezien, hè. Dat wij in staat zijn om dingen zo goed mogelijk te analyseren. Kijk, net als die dreiging met de komende verkiezingen, Amerikaanse verkiezingen, wat voor impact het op Suriname kan hebben, met name dat die Trump kan gaan tonen. Van ja, moet je luisteren, we hebben spierballen, we zijn de politie van de wereld. En ja, er zijn een paar landen, we hebben het even gehad met Venezuela en ja, Nicaragua en Suriname en even de boel schoonvegen. Hebben ze ook gedaan toch met Grenada. Ga maar toetsen mensen, Google. Ga toetsen zelf. Operation Urgent Fury. Ja, Operation Urgent Fury. Die meneer, hoe heet die, Bishop, hè? Ja, die liep het Caribisch gebied plat om ze op te steken, om allerlei rariteiten uit te gaan halen, weet u. En ja, voor velen had hij een luisterend oor, ook in Suriname. Maar het heeft wel in geresulteerd dat er 15 mensen kwamen te overlijden. Op een hele brede manier. En ja, men ging hem dan als gevaarlijk beschouwen. Want als je leiders zodanig kon beïnvloeden dat ze hun eigen bevolking uitmoorden, ja, dan vorm je een probleem. En daarom heeft destijds die meneer Ronald Reagan die inval gedaan in Grenada en hem dingen. Een hele goede middag, u bent erin. Ja, goedenavond met Romeo Hoos hier. Ja. Ik wilde even wat corrigeren. Goed, even antwoord geven op die vraag van mevrouw Roberta in eerste instantie over parlementsleden die eventueel kunnen worden verwijderd. U zei toen dat de president, de massamoordenaar Beul Boutsen, geen parlementsleden kan verwijderen. Formeel kan hij het wel. Hij is voorzitter van de partij, dus hij kan wel zijn partij opdracht geven om Hoost of Singh, die lid is van DNA namens NDP, eruit te schoppen. Dat zou hij wel kunnen. Ja? Maar het moment dat hij dat doet, en met elke partij in DNA, dat gebeurt hier ook, loop je de kans dat ik als individuele lid mijn zetel gewoon mee, ik ga uit de partij, maar ik neem mijn zetel mee. Mijn zetel kan hij mij niet ontnemen. Hij kan mij vragen als partijvoorzitter om zetel beschikbaar te stellen, dan moet ik uit het parlement. U weet dat, want voor de rest, ik vond het voordeel van mevrouw Roberta mooi. Misschien moet men dat proberen in Suriname bij een nieuwe regering, de grondwet te wijzigen, dat zoveel stemmers, zoveel kiezers, zeg maar 100.000, zouden een petitie kunnen indienen, of 50.000, om een parlementslid die zij hebben gekozen, die niet voldoet, uit het parlement te halen. Als dat in de grondwet wordt vastgelegd, is het mooi. Maar wat wel, dat staat dus niet in de grondwet. U weet, het is wel een keer gebeurd, en dat is 2009, toen Sommo als DNA-voorzitter Boutsen
die toen DNA-lid was, ja, heeft ontslagen. Ja, dat klopt. Dat was vanwege, en daarvoor schijnt er wel een regeling te zijn in het huishoudelijk reglement van het DNA zelf. Hij heeft namelijk de absentie een... Lijst. Wat zegt u? De absentielijst. Hij was 6 maanden lang constant niet geweest in het parlement. Ja. Het absentieplafond heeft hij overtreden. En daarvoor schijnt er een regel te bestaan. Ja. Niet in de wet hoor, maar in het huishoudelijk reglement van het parlement zelf. Ja. Dat je dan wordt ontslagen. Dat is zomaar toen gedaan met Boudersen. De onafhankelijk kiesbureau had al de opvolger van Boudersen meegesproken, maar die wilde niet, want omdat de partij NDP bleef vasthouden dat Boudersen lid is van het parlement, terwijl hij het niet was. Ja. Dat is officieel. Een NDP zou nog, om de maatregel van Zomo, de straf van Zomo, in te trekken naar de Interparlementaire Unie gaan in Amerika. Dat hebben ze met groot bladimoffelingen hebben ze dat aangekondigd. Ze hebben het echter nooit gedaan. En dat weet ik zeker, ze hebben gezegd dat ze het hebben gedaan. Maar meneer Weidenbos was daarna een keertje hier, nadat hij president af was. En we stelden hem die vraag. Hij heeft geweigerd antwoord te geven op die vraag in publiek. Na de bijeenkomst heeft hij ons aan een kant genomen. En toen zei hij, ja kijk, jullie begrijpen, ik ga het niet hier en plein publiek zeggen. Maar we konden niet naar de Interparlementaire Unie, nog naar de VN of nog naar de OS. Want Somo had gelijk. Dus zouden op onze bek gaan. Ja. Dus dat is de regel, mevrouw. Je kan, volgens grondwet kan je hem niet eruit halen. De partij, de NDP of VAP of NPS of ABOP zou tegen lid kunnen zeggen, luister, die werd niet meer voor ons. Stel je zetel beschikbaar, maar meestal stelt iemand die uit het parlement wordt, uit een partij, uit een fractie wordt geschopt, zijn zetel niet beschikbaar en neemt zijn zetel mee. Hij zal wel gek wezen, want ja, dan is hij parlementair af. Is hij af. Heeft geen recht van spreken meer, dat zou jammer zijn. Dat vinden veel. Nou, weet u, ik weet niet. Ik dacht dat ik het wel zou doen. Ik ben weliswaar namens de partij gekozen. Want kijk, als ik op eigen kracht zoveel voorkeurstemmen had dat ik was gekozen, ik zeg, dan blijf ik. Maar als ik in de volgorde van een lijst was, en omdat je 10.000 stemmen moet hebben, de partij 40.000, en ik ben de derde plaats, dus ik word automatisch gekozen, zeg, nee, hier neem je zetel. Dacht ik hoor, noem ik me Bari, maar ik dacht wanneer dat ik het wel zou doen. Nee, dat hoor je te doen, want kijk, dan deelt u die ideologie niet meer van de partij, toch? Ja. Want dat is de regering, dat programma waarmee we naar de kiezers zijn geweest en gezegd dat we dit zouden doen. En het moment dat je zegt van ja, maar ik wil daarvan afwijken, dan heb je de kiezerspubliek belazerd en bedonderd. Alleen zeg, als je 100ste plaats staat en je hoort toch van de 15 leden van die partij die zijn gekozen, ben jij als een met voorkeurstemmen gekozen, zeg nou, dan behoud je zetel, want dan hebben die mensen speciaal op jou gestemd. Ja. Dat, daar trek ik wel even lijn, zeg, dat moet kunnen. En nog iets wat ik wil zeggen, het boek dat is gepresenteerd vorige week maandag, vandaag precies een week geleden, van 561 projecten door de VP Adin aan de massamoordenaar Beul Boutersen, president van die 561 projecten, betreft, luister goed, want u of meneer, die andere meneer of mevrouw Lisbeth heeft een fout gemaakt. Het betreft geen projecten vanaf 1980. Het betreft projecten wat Boutersen zei toen, voegde hij toe, projecten van de laatste regeringstermijn, dus van 2015 tot nu. 561 projecten. Vanaf 2015 tot nu. Ik zoek ze, ik kan ze niet vinden. Als u ze kunt vinden, wil ik ze graag horen. Dank u wel en succes verder. Oké, u ook bedankt. Ja, dag. Ja, ja mensen. Dat van die boek. Ik wil dat boek graag lezen. Maar er is maar 1 exemplaar ervan. Dus je snapt dat maar niet zijn. Lopen je belazen waar je bij staat. Hè. Dus ja, je moet daar niet zoveel waarde aan hechten, want ja, als die projecten, ja, als je al die supermarkten van de Chinezen bijtelt en gaat zeggen van ja, dat zijn die projecten die we hebben gerealiseerd, oké, prima. En zou je die aantal kunnen halen, maar mensen, look at one of today, noem ik iets met jou in de gue. En kijk, dat soort dingen als bijvoorbeeld,
bruggen. Iedereen komt en schermt met die bruggen. Weet u, het is leuk en aardig. Maar bij beide bruggen, ja, zowel de Weidenbosbrug als de, hoe heet het, de Carolinabrug die genoemd wordt. Ja, daar is vreselijk mee gefraudeerd. Natuurlijk is dat, hoe heet het, die Weidenbosbrug die ging op bijna 40 miljoen gulden. Ja, maar die andere, hoe heet het, de Carolinabrug, ja, die, daar is ook geknoeid mee, weet u. En, even kijken hoor. Oké, even kijken. Kijk, dat van de Carolina dingen wil ik u laten horen wat er gebeurde destijds. En u weet hoe het gaat, hè. Wanneer iets in het parlement gezegd wordt, dan wordt het in de handelingen opgenomen. Dan wordt dat als de waarheid, de feitelijke waarheid, de juridische waarheid, dat soort dingen aangenomen. Isabi, als je het op een podium zet, sta en je zet... Je gaat zoiets zeggen, dan is dat gewoon lastig, mensen. Maar laat het duidelijk zijn, één keertje, wat er gebeurd is met die Carolinabrug. Wat daar zo aan de hand was. U gaat luisteren, dan weet u dat. Kijk, je moet niet komen aanzetten met Weidenbosbrug en Carolinabrug. Want ja, die bruggen zijn niet schoon. Ja, goed luisteren. President Desi Bouterse zal met deskundigen moeten kijken naar de schadeclaim van 3,5 miljoen euro die door het constructiebedrijf Ballast Nedam was ingediend, maar is afgezegd voor de bouw van de Carolinabrug. President Bouterse had eerder goedkeuring gegeven om de betaling te voldoen, maar kwam later terug op zijn besluit vanwege onduidelijkheden. Ik deel u verder mee dat de buitenlandse bruggenbouwer in kwestie inderdaad een claim heeft ingediend ter compensatie van de gemaakte kosten. De Raad van Ministers heeft naar aanleiding hiervan een besluit genomen om tot honorering van bedoelde claim van circa euro 3,5 miljoen over te gaan. Er kan echter pas tot betaling overgegaan worden indien genoemd RVM-besluit menerzijds bekrachtigd wordt. En ik kan u informeren, mevrouw de voorzitter, dat ik vooralsnog niet tot de bekrachtiging van bedoeld RVM-besluit zal overgaan. Kijk hier zo wat hij zegt. Ik ga niet tot bekrachtiging over. Maar ja, ik teken is aan Iqba. Begrijp u? Ik snap dat niet. Maar ja, goed. Nog een beetje luisteren, hè? We zullen eerst juristen en ter zake deskundigen raadplegen om zodoende een goed beeld te krijgen van de ontstaande situatie, waarna bepaald zal worden hoe verder te handelen. DNA-lid Aziz Kumar Gayadin vroeg namens zijn fractie een schorsing aan om deze zaak onder de aandacht van de parlementsvoorzitter te brengen om deze kwestie uit te moeten zoeken. Omdat dit niet de eerste keer is. We hebben vaker gezien, voorzitter, dat ook hier in uw parlement, ook omtrent, ik zal geen ander onderwerp tijdens begrotingsbehandeling, zal ik daarop terugkomen over corruptiepraktijken, voorzitter. Maar bij het aangaan bij het tekenen van deze overeenkomst is hier ook gesteld geworden dat er geen aannemings, er geen contract getekend is geworden met dit bedrijf. Achteraf op website hadden we gezien dat dat wel gedaan is, voorzitter. Dus wij willen toch wel de samenleving wel duidelijk hebben, voorzitter. Het gaat om geld van deze samenleving en wanneer we praten dat wij onze bestedingen, de samen
uitpersen laten bezuinigen, voorzitter, dan willen we wel weten waar onze middelen naartoe gaan. President Bouterse benadrukte dat hij deze zaak heeft aangehouden omdat hij eerst de mening van juristen wilde horen. Toen dat stuk uit de DNA uit de regering kwam, getekend, heb ik gezegd dat stuk aanhouden laat ik nog juridisch mij laten adviseren om hoe verder en of dit wel richtig is. Klaarblijkelijk is daaraan iets misgegaan, maar ik blijf van mening dat we dit verder moeten onderzoeken en we moeten kijken met juristen en met ter zake deskundigen hoe wij verder inhoud moeten geven aan dit vraagstuk. Hierna stelde het lid Guno Kastelen dat zaken nog steeds niet duidelijk genoeg waren. Er zou een nieuwe brug gebouwd worden en er is hier door de president in de jaarrede of in een van zijn presentaties hier gezegd dat hij die brug zou laten als een voorbeeld hoe het niet moet. Nou hebben we een voorbeeld hoe het helemaal niet moet. Want nu is er 3 miljoen euro wordt uitgegeven. Is uitgegeven of wordt uitgegeven 3,5 miljoen euro. En dat op basis van niets hier hebben. We hebben gewoon totaal niets. En dat komt door 1. Koppigheid van mensen. Ik heb de indruk dat de president eerlijk hier is. Dat hij hier eerlijk aangeeft dat hij het niet eens is met die betaling. Wij hebben de zaak hier gebracht in het parlement. Dat de brug, aannemers van het land zeggen, die brug kan hersteld worden voor 5 miljoen dollars. En dan is die brug hersteld op dezelfde oude plek en we hoeven niet zoveel uit te geven. Op basis daarvan heeft hij de zaak aangegeven dat de zaak moet worden aangehouden. Maar dat wil zeggen, die president heeft zijn instructies gegeven, heeft zijn instrumenten die met hem werken, die hij moet vertrouwen. En op een bepaald moment wordt de zaak is een map gedaan. Hij tekent, terwijl hij vindt dat het niet door moet gaan en dat heeft het gezegd ook. Wat heb je dan aan dat soort monitoringsinstrumenten en ambtenaren die het belang van het volk moeten bewaken? Die president moet ondersteunen in het werk, in de doelstellingen. Ze moeten hem beschermen, is ons staatshoofd. En dan komen dingen in die map van die president. Hij tekent en men bereikt voor die president, afronden. Voorzitter, dat hij hier dat komt zeggen. Het is kwalijk, voorzitter. Het is een ernstig probleem en ik ga gehoorzamen. Aan de regels die we hebben afgesproken. Het DNA-lid Ronald Venetiaan wordt. Ja, mensen, dus laat niemand jou dit kunnen wijsmaken over dingen. Hoe heet het? Carolina-brug. Die twee bruggen, allebei de bruggen, die zijn. Daar is corruptief handelen heeft daar plaatsgevonden. Het is heel kwalijk, Isabi. Deze parlement, mensen, is een hele moeilijk gedoe met dit parlement. Omdat vandaag is het ook gebleken, hè, van kijk die dingen van. Het is een hele mooie vraag hoor, over parlementsleden en dit en dat. Maar parlementsleden zijn zich op hun taakstelling zijn ze kwijtgeraakt. Ja? Omdat al ben je NDP. Je zit in de coalitie, je behoort tot die partij, je bent gekozen voor die partij, je bent gekozen namens het volk. Dan juist is het jouw taakstelling om ervoor te zorgen van, kijk, die mensen die mij gekozen hebben, ik moet ervoor zorgen dat ik kritisch die beleidsmakers ga volgen. En wanneer ik zie dat het slecht is voor die bevolking, dan kom ik in het geweer daartegen om te zeggen tegen die beleidsmakers. Dan heb ik het over de uitvoerende macht. Hè? Die president, die ministers, die directeuren die op die departementen zitten. Iedereen die daar naar beneden gaat. Hè? Die parlementsleden, die moesten ervoor zorgen dat alles goed ging. Maar we hebben het tegenovergestelde gezien in het parlement. En ja, het is heel kwalijk, mensen, dat 10 jaar lang deze parlement niet gefunctioneerd heeft. Het is, deze mevrouw,
Ik heb het altijd gezegd hoor. En ik ga het ook blijven zeggen wat betreft mevrouw Simons. Ze heeft geen schoon blazoen, mensen. Voor deze functie al was al duidelijk van ja, eigenlijk kan ze weinig doen. Het is een lege huls. Ja, haar man die was betrokken bij de para-industrie. En we hebben het resultaat gezien toch. Al die dingen als Fedra, Victoria, die zijn er niet gegaan. Ja, para-industrie, Pimba Dotti, daar vielen ze daaronder. En ja, kijk maar wat er gebeurd is. Later is die man ook naar SPS Meebank gegaan. Daar is er ook fraude gepleegd. Ja, het is moeilijk, mensen. Isabel, dan kom je dan te zitten bij, in het parlement. Totaal geen weet van zaken hebben met juridische zaken. Want ja, mensen, je moet het niet vergeten. In het parlement worden er wetgevingsproducten gemaakt. Wetgevingsproducten. Als je zegt van ja, maar ik was arts. Ja, dan hoor je daar niet te zitten. Omdat je het niet gaat kunnen. Want er zijn een hoop dingen. Ik had de laatste meneer een vergadering gezien van meneer Marodinus B. Hè. Hij had iets gezegd. Détournement de poivre. En iedereen begon te lachen toen hij dat zei. Maar ik herkende dat gewoon, want het is bestuursrecht. Ja. Détournement de poivre. Weet je. Maar al die andere mensen, die mensen van de coalitie, die gingen gewoon lachen om dat ding. Terwijl als je dat weet, dat is een rechtsbeginsel in het bestuursrecht, waarbij er gezegd wordt, gesteld wordt van moet je luisteren. Je mag een regel niet gebruiken voor een probleem waarvoor het niet bestemd is. Dat is de tournement de poivre. Maar hij heeft ook nog iets anders gezegd. Hè? Non-reprocity, weet u. En dat is geen terugwerkende kracht. Ja, en dan, ja, als je kijkt naar wetgevingsproducten die uit het parlement zijn gekomen, dan ga je toch achter je hoofd krabben om te zeggen van, jongen, zeepsadja, jongen, dat kan toch niet? Want ja, als je dat, je hebt daarvoor geleerd, nou, dit en dat. Wat ik bedoel te zeggen, want ja, ik moet niet onduidelijk komen, luister, geen terugwerkende kracht wil zeggen van, moet je luisteren, alles wat strafbaar is, staat in die wetboek. Ja? Als iets daar niet in staat, dan mag je het doen. Maar zolang het staat opgenoemd in het wetboek van strafrecht, ja, dan weet jij dat je daar voor gestraft kan worden als jij die handeling pleegt. Ja? En nu komt er dan, het parlement maakt een wet en zegt van moet je luisteren, je mag geen fietsen stelen. Ja, oké, leuk. Die wet krijgt dan een ingangsdatum, het wordt gepubliceerd en al dat soort dingen. En vanaf nu weten we, je mag geen fietsen stelen. Maar 2 maanden geleden had ik wel een fiets gestolen. Ja, dan eigenlijk moet je het zo zien, dan val jij niet onder die strafbaarstelling. Omdat ja, 2 maanden geleden dat wet niet bestond. Dan ga je denken van, ja, weet je wat? Ik ga terugwerkende kracht aan deze wet geven. En ik ga die ingangsdatum 2 maanden van tevoren instellen. En zeggen van, op die dag heb ik het afgekondigd. Dan ga je dat probleem krijgen van, ja, juridisch gezien mag dat niet. Maar ja, daarmee moet je in Suriname aankomen zetten. Ze gaan je gewoon negeren, want ja, in geciviliseerde landen behoor je dit niet te doen. Je mag, een wet heeft nooit terugwerkende kracht, mensen. Maar er zijn een hoop dingen in Suriname die niet door de beugel kunnen. En er toch gewoon plaats vindt. Luister naar deze meneer. Hij gaat je uitleggen
hoe hij zijn taak ziet, hè, als president van de Republiek Suriname. Ja, we gaan luisteren, mensen. Niet alleen deze dit respecteert gezelschap, maar ook daarbuiten heeft geleid tot discussies. Deel 2, zoals ik u eerder zei, behandelt de constitutionele verantwoordelijkheid. Mevrouw de voorzitter, in dit tweede deel van mijn beschouwing en beantwoording wil ik nog even stilstaan bij de constitutionele verantwoordelijkheid van de president van de Republiek Suriname. Ik doe dat in de hoop, zoals ik al eerder zei, een kennelijk verschil van mening tussen mij en leden van uw college op te heffen. Mevrouw de voorzitter, voor ik verder ga met mijn betoog, zou ik thans in uw college een grondwettelijk heethangijzer willen behandelen. Het gaat om een kwestie die in de afgelopen maanden voor de nodige vragen, opmerkingen en zelfs voor wat commotie heeft gezorgd in uw geacht college. Het gaat in deze om de aanwezigheid, CQ, afwezigheid van de president bij de debatten in 's lands vergaderzaal. Het is bekend dat er verschillende typen van presidenten zijn qua regeerstijl, waarvan ik enkele kort zal bespreken. Het is bekend dat een categorie valt onder een bureaucratische president die een hogere frequentie dan de constitutionele vereiste minimale contacten met de Nationale Assemblée heeft. Volgens mij klopt dat voor geen meter, want de enige president die er moet zijn in elk land is de president die in de grondwet wordt genoemd. En zijn taken zijn daarbij ook grondwettelijk vastgesteld. Maar luister nog verder. Door het geregeld bezoeken van vergaderingen of gedeelten van vergaderingen en minder accent legt op contacten met het volk. Een volksgerichte president die zich naast de constitutioneel vereiste minimale contacten met of bezoeken aan de Nationale Assemblée. Zijn functioneren als president vooral stoelt op zijn persoonlijk, direct en frequent contact met het volk. Een politiek-maatschappelijke president die redelijk contact onderhoudt met zijn regeerteam, regelmatig contact heeft met het volk en een zekere regelmaat aan de dag legt bij het zoeken van de vergaderingen van de Nationale Assemblée, wanneer vooral over bepaalde thema's wordt beraadslaagd. Een mix dus tussen de twee voorgaande. Bij alle typen geldt dat zij de minimale vereiste bezoeken brengen aan vergaderingen van de volksvertegenwoordiging en dus altijd inhoud geven aan de minimale constitutionele vereiste verantwoordelijkheid jegens de Nationale Assemblée. De momenten waarop de president verplicht moet verschijnen in de Nationale Assemblée zijn vanuit dit standpunt bezien bij de aanvang van de regeerperiode, waarbij de president een regeringsverklaring in de Nationale Assemblée presenteert, bevattende de hoofdlijnen van het te voeren beleid gedurende de regeerperiode van 5 jaar. Jaarlijks
jaarlijks uiterlijk op de eerste werkdag in oktober moet de president in een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée een uiteenzetting geven van het door de regering te voeren beleid. Artikel 81 van de Grondwet. En bij de aanbieding van de begroting door de regering worden de president in een buitengewone vergadering van de Nationale Assemblée in rede gehouden. Artikel 156 lid 3. Met betrekking tot de algemene beschouwingen in de Nationale Assemblée. De president vervult een bijzondere rol. Hierbij voert hij als enige namens de regering het woord, omringd door wat genoemd zou kunnen worden een zwijgende vicepresident en een zwijgende raad van ministers. Om deze redenen is het te verklaren dat de president minder in de Nationale Assemblée verschijnt, CQ hoeft te verschijnen, dan de vicepresident en de ministers. Ja, en kijk, als je zo'n gedachtegang op nahoudt, ja, dan begreep je waarom hij niet komt. Ja? Het is heel triest. En ja, niemand die hem zegt van, ja, nee, moet je luisteren. Is wel allemaal leuk en aardig wat je zegt over met het volk. Je moet inderdaad met het volk bezig zijn. Maar je moet ook met buitenlandse mogendheden om kunnen gaan. Kijk, dat bedrijf van FAI bijvoorbeeld, hè, een buitenlandse organisatie. Ja, niet alleen met landen. Maar ook met buitenlandse organisaties, Isabi. En als je die contacten had onderhouden met Suralco, met dit soort dingen, dat je daar dingen maakt. Of je verietig, ja, je moet met die bevolking, je bent volkspresident, nou, dus dat, ja. In de kankertrong, like president Tapuku Yorka, toch, mensen, hou op, nou, Isabi, als dat hier nog boem. Maar het is geschied en het parlement heeft dat toegelaten. En net wat die meneer zei van, ja, Somoharjo had hem, terecht gewezen op het feit dat, moet je luisteren, het wordt kantje boord. Dus je moet als het ware geen dag meer verzuimen. Weet je, als je in het parlement bent, ja, dan hebben we een probleem. Maar kijk nou, deze president die heeft het ook voor zijn verschijningsplicht, hè, eigenlijk. Ja. Verschijningsplicht in het parlement om te komen. Oké, stel nou dat ik kom. Ja. En het parlement, hij moet dingen komen vertellen, hoe of wat hij moet verantwoording afkomen kunnen leggen. Wat zie je dat er in het Surinaamse parlement gebeurt? Dit gebeurt er. Goed luisteren, ja? De toenmalige leiding van het parlement, de president, voor mij heeft gesommeerd, nee. Toch heb ik het al voorgelegd aan het parlement, omdat het niet de beslissing is van de voorzitter. Dus ik heb het voorgelegd. Moeten we wachten tot de president hier is, of moeten we de informatie die we aan de regering al hebben gevraagd en die al eergisteren zal worden gegeven, nu direct krijgen? En nu zegt u, we moeten wachten. Mag ik vragen wie voor is om te wachten? Wie is voor om te wachten en de informatie nog niet te krijgen? Mag ik vragen? Ik leg het voor aan het parlement. Wie wil de informatie van de regering nu niet hebben en wil wachten tot de president hier is? U ziet wat er hier gebeurt, hè? Kijk, ze is niet gek, ze is niet op haar achterhoofd gevallen. Ik leg het voor aan het parlement. Ze weet dat er 26 mensen zijn, zodra ze de naam horen, president, allemaal het napo, op de Anugwaloch toe. Het maakt niet uit hoe of wat. Nee, het gaat erom van, ja, luister, kijk, dat spelletje wordt gespeeld. Ik leg het voor aan het parlement. Wie is voor om te wachten totdat de president komt?
En, want het parlement roept de president op om verantwoording af te leggen. En dan moet hij komen. Ja? Maar dan moet je kijken, zij gaan het gewoon dwarsbomen. En dit zeg ik van ja, dit is geen democratie. Dit is weer iets, een grondwettelijke taak van de president, die in de grondwet staat dat wanneer dat die het parlement verantwoording verschuldig is. Hun zeggen, kijk, we zijn met 26 man. Het hoeft niet. Het hoeft niet, we stemmen het gewoon weg. En ja, je kan ze niet uitleggen van, kijk waarmee je bezig bent. Je bent de grondwet aan het overtreden. Weet je, je bent parlementslid en je bent je eigen grondwet aan het overtreden. We gaan luisteren, mensen. Dat is wat u voorstelt. U wil de informatie nu niet hebben. U wil wachten tot de president in het parlement is. Wie wil wachten met de informatie tot de president in het parlement is? Mag ik weten wie daarvoor is? Ik leg het voor aan het parlement. Nee, we zijn met de stemming bezig. Wie wil wachten tot de president ons de informatie komt geven? De president is nu niet hier. Dus als de president moet komen, dan houdt dat in dat u de informatie nu niet wil hebben van de minister van Financiën. U wil het hebben van de president. Punt van. En onthoud dit, hè, wat ze zegt. Ja? Kijk, dus minister Hoefdraad wil informatie komen geven. Ze zeggen, we willen niet horen van wie Hoefdraad, want hij liegt. We willen de president hebben. Laat de president maar komen. Ja? Hij is de hoofd van de regering. Ja? En nu zegt zij van ja, de minister gaat dat informatie geven. Want ik ga u een tegenstrijdigheid vertellen. Laten zien van haar. Vijf voor mensen heeft je en ze het niet doorheeft. Oké? Okay? Goed luister, ja? Van orde, mevrouw Coutinho. Wordt dat ondersteund? En die Coutinho die gaat het weer doen. Ze gaat haar nooit accepteren, mevrouw Simons. Ja. Mensen, Manomissie, licht gekleurd, donker gekleurd. Voorzitter, ik ben geconfuseerd vandaag voor de vergadering. Welke inhoud of voortzetting van de agenda van afgelopen dinsdag? Afgelopen dinsdag waren we hier in vergadering, voorzitter. En we hebben gewacht op de regering, met name de minister van Financiën, die afwezig was om ons te voorzien van die informatie met betrekking tot terugtreding, dan wel ontslag van de governor van de Centrale Bank, voorzitter. Voorzitter, bij de vergadering van dinsdag is de lijn uitgezet hoe de orde van de vergadering eruit zou zien. Er was geen één lid die op dat moment heeft gevraagd dat we de informatie niet willen hebben van een minister of van de minister van Financiën, maar van de president of de vicepresident. Dat voorstel is niet gedaan. Voorzitter, ik heb een concreet ordevoorstel, aangezien ik ben geconfuseerd voor de voorzetting van de vergadering van dinsdag. Mijn voorstel is, voorzitter, kunt u conform agenda, conform de lijn die is uitgezet dinsdag, de vergadering voorzetten? Dank u wel. Dat is dan een voorstel, maar wat ik van u nodig had, heb ik niet gekregen. Misschien kan ik dan nu gewoon de fractieleider van de NDP en leiding coalitie. Hoort u wat er hier gebeurt? Ja, jij hebt geen toegevoegde waarde. Ik wil dat Misikaba dat komt zeggen, want hij is fractievoorzitter. En dan krijg je fractiediscipline. Niemand, no woman moest prevoeren voor Taki. Taki, we gaan tegenstemmen. We gaan tegen. Ook meestemmen met de oppositie, laat me het zo zeggen. Ja? Isabi? Dus zij moeten voor gaan stemmen van de president hoeft niet te komen. 26 man. Ja? Goed luisteren. Vragen. Wat gaat u ondersteunen? Gaan we door met wat gaat uw fractie ondersteunen? Nee, maar u heeft het niet voor mij in die microfoon gezegd. Kunt u me aangeven wat de coalitiefractie gaat ondersteunen? Gaan we door? Inderdaad, gaat de minister van Financiën de informatie geven of niet? Want als u me zegt dat u dat ondersteunt, u heeft de meerderheid, dan is het besluit gevallen. Hoor je daar wat ze zegt? Als u me zeg wat u gaat steunen, dan heb jij te bepalen. Want je hebt de meerderheid, de stakking. En dan gaan wij gewoon de grondwet, waarin staat geschreven dat de president, wanneer het parlement de president oproept, dat hij verantwoording moet komen afleggen. Dan hebben we dat opzij gezet. De hel met hun.
weet je. En die Michikaba, die weet dat er iets niet klopt hier zo. Maar ja, hij zal wel moeten. Let Michikaba. Voorzitter, conform de lijn dat is aangegeven door het lid Cotino, is het duidelijk waar we staan. Dat is voortzetting van de agenda. Voorzitter, en we hebben afspraken gemaakt de vorige keer. Wat dus betekent, voorzitter, dat we op dit moment van de regering de informatie wensen. En de regering is hier vertegenwoordigd door de minister van Financiën. Overigens, dat was ook de lijn, nogmaals 2 dagen terug. Dus aan deze zijde vragen we dat de minister van Financiën ons voorziet van de informatie. Duidelijk, goed. Dan is dat wat is besloten. De meerderheid van het parlement heeft besloten dat ze nu de informatie willen hebben van de minister van Financiën. En lid B vraagt een korte schorsing. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Ja, en nou, zie je, dan kan Boutersen zeggen wat hij wil. Als ja, de man kan Scotte ook toe. En ja, dan hoef jij niet te komen. Belangrijk is dat we de wet in de gaten houden. Goed zo. En Simons heeft de wet in de gaten gehouden. Isabi, gewoon een wet overtreden door een parlementsvoorzitter die dat had moeten toepassen. En niet met de meerderheid. Begrijp je mensen? Gewoon nee. De wet zegt dit hierover. En ja, dat moet nageleefd worden. Maar ja, daarom krijg je deze problemen. Ja? En moet je kijken hier zo. De minister toch? Ja? Moet dat ding komen uitleggen. Hoe of wat. Deze man gaat wat vragen. Hè? Even kijken hoor. Pas even. Nee. Te ver. Ja. De Simons wil in dit geval dat minister Hoefdraad dat komt zeggen. Ja. En dan moet je kijken. Wat er gezegd gaat worden hier zo. Tenminste bij de raadsinstallatie. Als de president zegt, oké, donderdag geeft hij daarover alle antwoord, dan hebben we daar op die dag ook het antwoord. Tot dat moment zal de minister van Defensie waarnemen in die functie. Omdat u begrijpt als minister, als u iets indient, de president vraagt om aan te houden in het parlement. Dus tot dat moment zal minister Defensie wel gewoon waarnemen. Maar de minister doet zijn werk wel normaal. Dank u wel. Goed. Dank u wel. Dan hebben we nu minister H.I. Punt van orde, lid Santoki wordt het ondersteund. Lid Santoki. We gaan luisteren wat hij te melden heeft, mensen. En dan moet u naar die reactie luisteren van Simons. Ja? Het gaat om een minister. Hè? Ja? Dus bij... Die ene geval, de president hoeft niet te komen, we krijgen die informatie van de minister, ja? Dan moet u horen wat zij gaat doen met die punt van orde van Santoki over een minister, hè? Er is niet genoeg ondersteuning. Ja, let Santoki. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we zijn bezig met de begrotingsbehandeling. En van beide kanten worden er heel wat vragen gesteld, ook met betrekking tot die agrarische sector. En uiteraard, als de regering hier zit, dan is de regering verantwoordelijk voor al de sectoren. En de orde wordt aan de andere kant aangegeven door de vicepresident, wie welk ministerie welke sector precies bespreekt. Ik dacht dat de vicepresident duidelijkheid zou verschaffen. En hij begon goed, maar dan eindigt hij, ja, die minister is er wel, hij functioneert, maar hij wordt waargenomen door een waarnemend minister. Kan even die duidelijkheid precies aangegeven worden waar de minister van LVV is, hij op kantoor, werkt hij daar? En hier in het parlement neemt een andere persoon waar? Even die duidelijkheid, laten we even die duidelijkheid krijgen precies. Goed. Is dat flauwekul? Laten we dit zeggen. Los van... Goed luisteren mensen, ja, bij die ene... Ja, dan is die, de minister mag dan informatie komen geven. En deze gaat die zeggen, ja, nee, ministers zijn geen verantwoording verschuldigd aan het parlement. Goed luisteren, ja. Los van wat de vicepresident aangeeft over de status verder van de minister. Ik zei, voorzitter,
Kunt u die microfoon... Ja, dank u wel. Is het zo dat het parlement natuurlijk de regering vraagt om te antwoorden op vragen en de regering antwoordt? Het parlement bepaalt niet wie antwoordt, omdat de ministers geen verantwoording verschuldigd zijn aan het parlement, maar aan de president. De ministers zijn geen verantwoording verschuldigd aan het parlement, maar aan de president. De regering in zijn geheel is verantwoording verschuldigd aan het parlement. En de regering bestaat uit een president, een vicepresident en een raad van ministers. Ja, die ministers dan. Ja? En als jij zegt van ja, maar de ministers zijn geen verantwoording verschuldigd aan het parlement. Dat houdt in dat een minister gewoon binnen kan lopen en je allerlei koeterwals komt vertellen. En ja, die man is niet verantwoordelijk daarvoor. Dan ja, oké, okay, leuk. Begrijp je mensen? Ja, mensen, we gaan naar 8 uur. Ik moet gaan overdragen. En ja, het was een hele spannende dingen. Met, hoe heet het, een paar bellers die hebben meegeparticipeerd. En ik vind dat leuk, ja, om, hoe heet het, met een paar mensen in debat te gaan. Maar vooral mensen die een beetje weet van zaken hebben. Want dat is, het is prachtig. En ja, ik sta er altijd open voor. Soms, zeg ik eerlijk, dan wil ik mijn verhaal doen, dan... ga ik mijn dingen, hoe heet het, mijn lijnen wel afsluiten. Isabi, dus mijn excuses daarvoor. Maar ja, vandaag vond ik het heel mooi, want dat Isabi, zo zie je dat wij in diaspora een gevaar vormen voor Suriname, omdat onze denkwijze, onze analyses, onze dingen vreselijk kritisch is ten opzichte van ieder. En ja, dat wordt je niet in dank afgenomen in Suriname natuurlijk. Hè, want je moet dingen daar zo slaafs gaan doen. En ervoor zorgen dat ja, mensen niet kritisch gaan nadenken over zaken die zich in Suriname afspelen. Want ja, dan vorm je een gevaar. Dus het moment dat je ziet dat een president of een parlementsvoorzitter of een parlementslid iets zegt, dat je dat gewoon klakkeloos moet aannemen en niet kritisch er tegenover gaan staan om te kijken van, ja, maar wacht eens even. Hoe dit, hoe dat, hoe zus, hoe zo. Snap je? Dus, mensen, ja. Ik ga het hierbij laten. Zondag zien we elkaar weer en we kijken naar wat voor berichten er aanstaand zijn. En dan kijken we, hoe gaan we een keuze maken van wat wel besprekenswaardig is en wat minder dingen is. Maar ja, het is moeilijk in Suriname, mensen. Want ja, je ziet, Uno Gwenti Funo et dan achtervallig Uno. Uno Gwenti en Uno Lobby Paimang. U loopt mega Paimang, ja, maar Uno loopt Paying. Want ja, hij gaat Uno voor Paying, ja. Je ziet toch nu van Boutersen en Longwa Nikeri voor getak naar de reismagnaten, Isabi. Want ja, benzine moet gekocht worden. En ja, het is een probleem, mensen, in Suriname. En je weet toch, onthoud dit ding, quid pro quo. Quid pro quo is Latijn, hè. Stel u aan, tjus, arrogant. Maar voor wat, hoor wat. If mim ko jepi, dan kom ik bij Oligi. Ja, dan moet er iets tegenover staan. Want Mibumam Nolau, jij was president. Jij had te behoren om niet naar het volk te gaan en Gotnaptap Oku Isabel Pleiwakamang, maar in het parlement te verschijnen om dan alles te weten wat er ruilt en zegt. En je hebt gezegd van ja, ja, volkspresident, ja goed. Papotitide, dat is de hamvraag. P. Een volkspresident is potje. Potentie. Ik wil al mijn appers bedanken en al mijn bellers, weet u, voor jullie inzet. Ja, mensen. Ik ga afzwaaien. En ik ga jullie een prettige voortzetting van jullie avond toewensen. Ik zie jullie zondag om 1 uur. Weer terug en dan
gaan we u weer bezig houden met informatie. Ik zwaai af en ik zie jullie aanstaande dinsdag. Stand Vast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Stand Vast Radio.